Er is een visie van het college van bestuur, met name een hele scherpe visie rond open access. Dat hebben we ook heel duidelijk gemaakt. En die geldt ook voor open educational resources. Dat het in principe noodzakelijk is zelfs dat door met publieke middelen betaalde instellingen ook hun producten publiekelijk beschikbaar stellen. Ik denk dat OER een mooie stimulans kan zijn om een aantal dingen anders te doen in het onderwijs. Je hebt het over allerlei open lesmateriaal, wat je kunt gebruiken, wat je kunt verrijken, wat je terug kunt geven. Maar misschien is wel het belangrijke wat daaronder zit, namelijk dat er meer co-creatie ontstaat en dat je daardoor eigenlijk een stukje cultuurverandering aanbrengt in dat onderwijs. Het kan nooit de bedoeling zijn van Open Education Resources dat je de docenten de eigenheid ontneemt over het eigen vak. Integendeel, die docent die moet ruimte krijgen om als professional zichzelf en zijn vak zelf verder te ontwikkelen.